cloud from a Dallas rain. Als u met de auto de stad Utrecht uitrijdt, over de A28 in de richting Amersfoort, dan heeft u vast wel eens een vluchtige blik geworpen op dat prachtige huis aan de rechterkant, Landgoed Oostbroek. In het begin van de 12e eeuw stichtten bekeerde ridders hier het Sint-Laurens-klooster. Het huidige huis stamte uit het einde van de 19e eeuw toen Oostbroek een buitenplaats werd. Het gezin van Marinka en Marius komt hier vaker en ik ontmoet ze bij de kersentuin. Marius, vader van het grote gezin. Ja. Waar heb je me uitgenodigd? Nou, dit is landgoed Oostbroek. Dit ligt aan de oostkant van Utrecht. En dat is gewoon een leuk verborgen plekje, vlakbij de stad. En nog wel onontdekt. Kom je hier vaak? Nou, niet heel vaak. Maar het is altijd wel een mooie plek om even naar te ontsnappen. Je moet een beetje omrijden en dan kom je hier. En dat is hartstikke leuk om dat weer te ontdekken dan keer op keer. Ja, we gaan naar de wandel, hè? Ja. Ja, wat gaan we doen? We gaan een heel spannende wandelroute doen. Het heksenpad gaan we lopen. Het heksenpad? Ja. Weet je al wat het is of is het ook voor het eerst? Nou, we hebben het nog nooit gedaan, dus we zijn heel benieuwd wat we gaan ontdekken. Weet je een beetje waar het over gaat? Nou, het gaat over een oude heks die hier woonde. En die, die wist heel veel van geneeskrachtige planten en dieren. Dus we gaan kijken wat ze ons gaat leren. Hier is die. Ja, daar moet hij op. Kijk eens, Tobias, hoe het werkt. Dan moet je hem zo draaien dat de kleuren kloppen. Je moet hem dan even omkeren. Naast je staat een kweeperenboom. Kweeperen zijn behaarde peren die te hard en te zuur zijn om zomaar te eten. Een appelboom die staat zo. En een perenboom die staat zo. Echt waar? Wat leuk. Nou ja. Als een peer. Maar waarop? Ja, zo is het. Yes. In het landgoedbos staan heel hoge bomen. Kijk maar eens omhoog. Hier staat de hoogste es van Nederland. Hij is 39,5 meter hoog. Zie je hem staan? Te lang rechtstand. Zie je? 'S nachts slalomde de heks tussen de bomen in het bos. En ze hield soms zelfs wedstrijdjes met andere heksen. Fractinus Excelsior, Fractinus Excelsior, klonk het door het bos. Fractinus Excelsior! We staan hier eigenlijk midden in het bos. En we staan bij de allerhoogste S van Nederland. De grote trots van de boswachter. Ja, deze S is hier waarschijnlijk aangeplant omstreeks 1840. Dus hij is al een paar jaartjes oud. Ooit is er een boswachter geweest die deze heeft aangeplant. En daar kan ik nu een beetje mee pronken. En wat ik ook veel doe, is ook weer jonge boompjes aanplanten. Zodat de boswachters na mij straks, over 100, 200 jaar, ook kunnen zeggen... Goh, die boswachter heeft dat voor mij gedaan. Ik meen 2011 was er een soort rukwind. Dat duurde maar een kwartiertje, 20 minuten. Die draaide hier door dat bos heen. En ik kom hier... Even later en ik zie een heel groot gat in het dak. En ik denk, oh nee, mijn S is om. En wat bleek, gelukkig niet een S, maar wel twee hele hoge beuken. Ja, waardoor er eigenlijk ineens in het bos een hele grote ravage is ontstaan. En door die kluit, die is omhoog gekomen en hebben we het hele klooster eigenlijk kunnen terugvinden in de bodem. Ik overdrijf iets, natuurlijk niet het hele klooster, maar wel allerlei leuke vondsten. Eens kijken. Tufsteen. De muur van het klooster. Hier, een stukje van een kloostermop. Net iets latere tijd, weer muur van het klooster. Wat missen we dan nog? Leisteen van het dak en natuurlijk de vloer. Dit is natuurlijk een plekje waar je normaal niet kunt komen. Maar als je nou een keer meegaat op een excursie, dan word je hier weer meer over verteld. Hartstikke leuk lijkt mij. Want hier ligt gewoon 1000 jaar geschiedenis. Nou,
De bomen in het landgoedbos zijn al heel oud. Ze worden goed verzorgd door de boswachter. Sommige bomen zijn door stormen omgewaaid. De heks heeft aan de boswachter gevraagd of hij de dode bomen op de bosbodem wil laten liggen. Er leven namelijk veel kleine beestjes en schimmels in. Die kan de heks goed gebruiken voor haar brouwsels. Welke dieren zijn, denk je, heel blij met de boom in het water? Een eend. Even kijken. Ja hoor. Zullen we vis bakken? Vis bakken? Nee, vis pakken. Oh, pakken. Dit. Gaan wij proberen een vis te pakken? Goed? Maar dit. Ja, doe maar. Probeer maar. Nou, ik vond het heel leuk. Ik ook. In ieder geval. Weet je wat we niet hebben gezien? Nee. Heks. Dat is toch wel een beetje gek. Waar zou die nou zich verstopt hebben, hè, die heks? Wat een heerlijke dag en wat een geweldige plek. Deze verborgen parel barst van de slingerende weggetjes om lekker te struinen. Maar er zijn ook wat uitgestippelde routes te volgen. U kunt voor meer informatie daarover terecht in de Orangerie, want daar zit het informatiepunt. U kunt hier ook de spullen voor het heksenpad ophalen. In het weekend van 9 en 10 september is het Open Monumentendag. En dan is er een gezellige streekmarkt op het landgoed. Er is natuurlijk ook aan de kinderen gedacht, want voor hen worden verschillende activiteiten georganiseerd. En bent u liefhebber van cultuurhistorie, dan kunt u het monumentale pand bezoeken. Meer tips vindt u, zoals gewoonlijk, weer op onze site www.rtvutrecht.nl/plek. Straks het enige bewaarde stukje nat hoogveen in onze provincie, maar nu eerst vlogwachter Tim. Hoi, ik ben boswachter Tim, boswachter bij Staatsbosbeheer. Vorige keer had ik ook al een filmpje gemaakt over dassen. Vandaag gaan we een filmpje maken, of ga ik een filmpje maken, over mieren en mierenhopen. Althans, ik hoop dat we mierenhoop tegenkomen. Nou, het eerste wat ik tegenkom is hier. Maar die lijkt niet echt heel erg actief meer te zijn. Of sterker nog, helemaal niet actief. Het is een hele oude mierenhoop. Hier een oude mierenhoop. En daar verderop ook nog eentje. Holy moly. Wat een ding. Dit is niet normaal. Ik heb dit nog... Nou, ik heb denk ik zelden zo'n grote mierenhoop gezien. Het zijn allemaal rode bosmieren. En het krioelt. Moet je kijken, al die gangetjes die ze hebben gemaakt. En dat vind je dus allemaal op de heuvelrug. Kijk, die is aan het sjouwen. Ik weet niet precies wat het is. Nest een beetje opvullen. Succes! Yay! Ik heb je meegenomen naar Soesterveen. Het is een natuurgebiedje aan de rand van Soest. Het is een uniek landschap voor de provincie Utrecht. Het is het laatste stukje hoogveen wat we hier hebben. Nou, in het oosten van het land vinden we het gelukkig nog wel en op veel grotere schaal. Maar hier in de provincie Utrecht is dit de enige plek die er nog is. Hier in dit terrein heb je een heleboel bultvormige plekken. Dat zijn allemaal van veenmos. Dat gaat heel diep. En dan haal je zo'n stuk mos eruit. Veenmos, dat houdt water vast. En het is als het ware het spons van het landschap. Dus we kunnen erin blijven knijpen wat we willen. En er blijft maar water uitkomen. Heel belangrijk voor dit gebied. Dit gebied is eigenlijk eeuwen geleden ontstaan. Er is hier afgegraven het veen voor turfwinning. Hè? Ja, door af te graven kom je natuurlijk steeds meer bij het water te zitten. Dus wordt het hier natter. En zo is dat
landschap hier ontstaan. Dit is een veenputje. Ook hier werd vroeger veen gestoken als turfwinning. Dus er zijn verschillende, hier liggen er meerdere putjes, ze hebben verschillende dieptes. Uiteraard heeft dat te maken met hoe lang was het zinvol om te blijven graven. Vroeger op een grotere schaal bekeken, trof je door het hele landschap heen kadertjes of paadjes met daarnaast dit soort veenputjes. Ja, je zat hier echt op hoogveen. En hoogveen laat zich voeden door het regenwater. Die staat niet in contact met het grondwater. En dat is een verschil tussen hoogveen en laagveen. Dat is de kleine zonnedauw. Het is een vleesetend plantje. Hij maakt eigenlijk tussen zijn bladeren hele fijne draadjes. Die zijn kleverig, komen insecten aan, die landen erop, kunnen niet meer weg. Hij sluit zijn blaadje en hij zuigt als het ware mineralen uit die insect. En dat is voor hem een middel voor aan zijn voeding te komen. Het is niet een algemene soort. Hij staat ook niet op de rode lijst, dus het is niet een plantje wat bedreigd is. Maar hij heeft natuurlijk wel een biotoop nodig, een landschap nodig, zoals hier. Dit is de koningsvaren. Een varen heeft best wel breed blad. En het staat altijd op moerassig, sompige grond. Dus hier waar we nu staan in Soesterveen, zie je hem ook vaak juist op de meest natte stukjes zien hem staan. Hier heb je een berk en hier een eik en er staan wat willigen en zelfs populieren. Nou, als je inderdaad hier niks doet, is binnen een paar jaar tijd is het al een jong bos. We hebben niks tegen jong bos, maar juist hier in dit unieke landschap is het wel zonde om het bos te laten worden. En daarom komen wij hier regelmatig met grote groepen vrijwilligers vanaf het najaar om deze boompjes weg te halen. We staan hier aan de grens van het Soesterveen met die hele hoge natuurwaarde. Dit zijn graslanden. Het bovenste pakketje van de bodem bestaat nu nog uit een zandlaag. Daaronder zit interessante veenlaag voor de natuur. Die zandlaag gaan we weghalen. We gaan dit gebied inrichten. Hele kleine kadertjes om het water langer vast te houden. Daardoor ontstaat er hier op termijn natte heide en nog veel water hoogveen. Het belangrijke van dit inrichten is dat je daarmee ook de natuurwaarde die daar aanwezig is nog beter beschermt. Ik vind het zo mooi hier altijd als ik hier kom. Je komt eigenlijk altijd net weer in een andere wereld terecht. Voor mij is Utrecht onder andere de Utrechtse Heuvelrug. Maar als je hier komt, je laat de wereld van Utrecht laat je eigenlijk even achter je. En je komt hier in een ander stukje van Nederland terecht. Dat gevoel heb ik hier echt. En als je er dan doorheen gaat lopen, dan zie je een dopheide en wat zonnedauw. En nou ja, dat maakt het zo bijzonder voor mij. Het natte hoogveen in Soesterveen is uniek, maar zeer kwetsbaar. En het gebied is dan ook niet toegankelijk voor publiek. Voor het in stand houden van de natuurwaarde van het gebied worden er wel regelmatig werkdagen georganiseerd waarbij vrijwilligers zeer gewenst zijn. Weet u van aanpakken en bent u liefhebber van de Utrechtse natuur? Ga dan naar onze website voor meer informatie over deze werkdagen. www.rtvutrecht.nl/plek. En onze site staat inmiddels lekker vol met natuur- en recreatie-inspiratie, dus het is sowieso de moeite waard om eens langs te surfen. En daarmee zit het tweede seizoen van Mijn Mooiste Plek er weer op. Niet getreurd, vanaf volgende week wordt het eerste seizoen herhaald. Ik begin dan op de Amerongse berg en fiets daar een stuk van de mountainbike route. En ik ontmoet Jaap Floor bij de Wielen en Waaien in het Eemland. Dus ik zou zeggen, tot volgende week.